Volgens mij is het, want je, je vecht nu, bij, of je hebt gevochten bij LFL, uh, Level Fight League. En, uh, maar volgens mij is het naam UFC ook al gevallen. Uh, voorzichtig. Uh -huh. uh, ik, mm. wat gebruik, gebruik je LFL als de springblank? Kijk, ik ben gewoon meer voor mezelf. Als ervaring, uh, techniek, wedstrijdervaring, um, record, wat in MMA ook belangrijk is. Uh, ben ik gewoon uh, aan het vechten bij organisaties die niet op UFC niveau zijn qua uh, geld, uh, mm. niet qua uh, technisch niveau van de tegenstanders, dat weet ik. Maar um, ik wil gewoon bij deze organisatie, of het LFL is of UAE in Abu Dhabi, um, waar ik gewoon mezelf kan blijven ontpoppen. En dat doe je door uh, wedstrijden te winnen, ervaring pakken, ervaring pakken en mm. thuis te trainen, keihard te trainen, totdat ik voel van oké, okay, let's do it samen met mijn management en, en, en mijn trainers natuurlijk. Maar um, ja, de, ik zie de deur wel. Kijk, het is... Ik weet niet, kunnen hun ook vast over meepraten. jij ook. Uh, voordat je er bent, is het soms bijna ongrijpbaar. Ongelooflijk. Wow, de grootste organisatie. Weet je misschien hoe we vroeger over, over Glory dachten? Wow, ik, kom ik daar ooit of niet? En als je er, als je er eenmaal bent... Oh, oké, okay, oh. snap je? En um, bij UFC is dat hetzelfde. Kijk, ik zie nu wel de weg ernaartoe. Uh, eigenlijk met name door mijn reis naar Amerika. En, en, en het management wat ik daar... Een beetje mee in gesprek met gaan Want dat wil ik net vragen aan je. Ja. Is als, je dit, als dit echt is wat je wilt gaan doen. Ja. en ik snap het, je hebt een gezin natuurlijk. Mm -hmm. maar is dan niet de stap om te zeggen: jongens, weet je wat? Ik ga er alles aan doen. ik ga een jaartje naar Amerika. Ja. Ik ga, weet je, want dat ja. heb ik toen. Ik vertelde het net met, ja, 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 uh, met ja. Jemima die ik trainde. Op een gegeven moment waren we gewoon klaar. En ik zeg: luister, als we MMA willen gaan doen, dan moeten we naar Amerika. Ja. Toen nee, kwamen ja. we daar in het kamp terecht. Ja, ik, ik snap dat. dat. Ik snap dat. Eén um, ding is, is sowieso omdat het een dame is. heb je al misschien iets minder pool hero, toch? Qua ja, Kunt. Dus misschien klopt. Dat één. Maar ik heb daar zeker over nagedacht. Zeker toen ik daar was en ik die ervaring had van die gym en die mentaliteit. Ja. En hoe MMA daar al zo is ontwikkeld. Had ik wel even van, hé, hey, we moeten hier wonen. Snap ja. je? Um, maar, nu de tijd een beetje is uh, gerijpt, heb ik wel besloten ook van... Eigenlijk is hier alles wat ik nodig heb. Als ik het op die manier doe, dat ik uh, worstel in Utrecht, ja. spar in Leiden, dan heb ik de beste sparpartners. De jongens zijn allemaal bekend van Bellator, UFC, de jongens die daar komen. Ja. Uh, ik heb de beste worstelcoach, dat is Goccia, uh, die, ja, ja. die is ook gewoon uh, Olympisch. Ik heb de beste strijkencoach in mijn uh, ogen voor de MMA, dat is Paul Lamott. Ik heb jongens om me heen in Amsterdam, ik heb, je je, in principe je je heb ik wat, ja, in principe. Okay. Um, okay. Alleen management-wise zit ja. het dan wel nog steeds ja. daar. Ja. Ja. Ik, heb het, ik, ik heb dan het gevoel, hè, los van de puzzelstukken, is ja. dat je toch gezien moet worden daar. Nee, 100%. procent. Dat, dat je daar, snap je, is dat net het net een paar ja, ja. stappen... Ja, dat zeker. Ja. En, uh, nee, ja, je, hebt gelijk. je hebt gelijk. En Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan, ja. Ja. gaan aanpakken. En ondertussen. Maar is, dat, is dat dan al een keer een eettaal tafel gesproken? Met je vrouw? Oh, kijk, mevrouw die zegt gewoon luister, uh, als we gewoon eruit komen, dit en dat. En ik weet je, ik sta gewoon helemaal achter je of uh, je gaat niet zomaar iets, iets beslissen of whatever. Je zal er goed over na hebben gedacht, Dan sparren we erover en ze is wel bereid om, uh, om mee te gaan. Mm -hmm. Ik heb toen een tijd geleden, dat is uh, grappig, ik heb dit nooit verteld. Maar um, ik heb toen een contract aangeboden gekregen van WWE. Mm. En dan zou ik naar uh, Orlando moeten. Dit is, is corona 2020. Um, die heb ik toen niet getekend, maar mijn vrouw was ready en we zouden gewoon naar Orlando gaan verhuizen ja. en minimaal twee jaar, want het contract was twee jaar, alles achterlaten. Maar toen, toen werd, werd mijn vrouw zwanger en er kwamen heel veel andere ja, dingen bij waardoor ik, is, ik het is, niet ja. heb gedaan, ja. maar ze uh, is ready. WWE is man. een hele grote organisatie. Ja maar money-wise was ja. ik ook gewoon, ja? uh, wel gewoon klaar geweest, maar, uh, maar ja, ze spelen toch andere dingen. Ja, dan ja. Dan in ja. Geld. ja. Nee, begrijp ik. En dat is, ja. Je hebt ook getraind met uh, uh, Alex Pereira. Ja. Uh, hoe is dat? Hoe is dat om met hem te trainen, uh, met Alex Pereira? Want ja, ik, volgens mij opent hij ook meteen direct wat deuren voor jou, of niet? Ja, zeker weten. Hij is gewoon nu gewoon ja, de man in de, in, de, in de middleweight van het MMA natuurlijk. Hij is de kampioen. Hij is ja. de kampioen. Hij is veel besproken, ook misschien omdat hij de volgende man is voor Jamal Hill om om, om Glover Teixeira te wreken, zeg maar. Dat wordt allemaal besproken. Um, dus ja, er is wel veel reuring om hem heen en en in die tijd, voordat hij tegen Adesanya moest. Ik was gewoon zijn enige echte sparringpartner. Ja. Dus uh, ja, dan kom je ook al meteen een klein beetje in de pikse van: hé, hey, maar als je met hem aan het sparren bent en natuurlijk heb je ook drie keer tegen hem gevochten, dan moet er wel een bepaalde iets zijn van: oké, okay, jullie zijn hetzelfde niveau en hoe zit het dan? Je vecht ook MMA. Ja. Wat Want, hoe is het nou om met hem ja, eerst te vechten, ja. een soort van rivalen te zijn, ja, ja. en nu met hem te trainen en een soort van. Ja, uh, trainingspartner te zijn. Ja, kijk, je kan. We zeggen altijd in een sport: ja, het is niet persoonlijk. En dit, dat, maar natuurlijk, als je echt tegen elkaar vecht en je bent in die strijd, op dat moment is het een beetje persoonlijk. Ja. en, en je, mag, je, gaat niet, je, je mag elkaar op dat moment niet. Ja. Op een natuurlijke zeker, manier. zeker in de aanloop van zo'n wedstrijd. Zeker. En misschien nog kort daarna, whatever. Maar nou, dit was ten eerste een tijd geleden. En in het begin was het een beetje apart, het is niet meteen mijn beste vriend, maar zakelijk gewoon, oké, okay, we gaan trainen. En langzaam maar zeker, weet je, nu, kijk, nu zijn we gewoon, hebben we gewoon meer dan twee maanden samen gespendeerd. Ja, zie ik hem gewoon als een vriend. En ja. zelfs als een broeder. En dat, dat dat van toen, ja, net als met, met Abbeen, hoeveel heb ik met jou gespart? Hoe, vaak, ja, hoe hard ja, hebben wij met elkaar echt hard Maar denk ja, je ja, dat ik nu ja, ergens in mij heb zitten van, oh, ik mag hem niet. Totaal niet. Die, die, die sparringsdingen, ja. dat vergeet ja. je. Je bent gewoon broeders. En dat is, dat, de vechtsport verbroedert sowieso. Nee, klopt. En zeker omdat je een bepaalde respect voor elkaar hebt. Ja. Want kijk. Jullie zijn allebei zijn jullie de hel ingegaan en terug zijn gekomen. Dus dan hebben we een bepaalde respect met elkaar. Dat heb ik zelf ook met Melvin of met, met, met Butter, weet je. kijk we, we hebben elkaar echt wel voor rotte vis uitgescholden vroeger. Ja, maar we, we hebben diep in ons hebben we toch een bepaalde respect voor elkaar. Omdat we weten van hoe hard het is, hoe hard we getraind hebben, hoe hard we gewerkt hebben om daar bovenop te komen. Ja. Dat begrijp ik zeker wel. Maar er zijn deuren geopend met hem om door te gaan richting. Ja, Kijk, de jongens om hem heen, de, de management trainers en zo, die, 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 die uh, zeggen tegen mij dat ze wat in mij zien. En die zeggen tegen mij dat er mogelijkheden zijn. En, uh, maar ja, ik vind. Nee, zij zeggen ook dat ik mezelf moet bewijzen. Ik moet nog even. Zij hebben gezegd: winnen nog één. Mm -hmm. Krijgen we weer een contender, <laughs> meteen. Snap je? Uh -huh. En ik zeg gewoon van. Uh, ik sta niet te, te springen om een ufc debuut te maken. Ik, ik ben hier niet voor de, voor de fame. Ik doe het niet voor, voor uh, whatever. Snap je? Voor uh, whatever. Ik doe het om mezelf te testen tegen de beste, mezelf te testen tegen mezelf. Mm -hmm. Dus ik ben ready ik, ik, wil, ik wil me ready voelen, ik wil me goed voelen. Ik wil niet één keer winnen, één keer verliezen. Mm -hmm. En uh, even kijken, oh, we hebben weer een nieuwe Nederlandse UFC vechter. En dan, yeah. Nee, ik wil gaan en dan wil ik me ready zijn en dan wil ik ook blijven. Wie is een marathon eigenlijk dus? Ja. Yeah. Geen sprint gewoon yeah. marathon. Mm -hmm. Ja, poet, poet. Ja, <laughs> ja, maar ja. Staat er al iets nieuws op de planning? Um, niet direct. Er zijn nee. wel dingen in gesprek. Maar mag er nog niet over praten. Nee, jawel. jawel. Dat is niet, uh, dit is niet. Het is gewoon misschien LFL in maart, um, misschien UAI eind mm -hmm. februari. Het, het, wordt, het is niet uh, heel speciaal. Het is gewoon doorgaan met uh, record bouwen en. Ja, uh, yeah. en door. J jullie, jullie hebben samen getraind? Ja. Uh, hoe was dat ten eerste? Hoe was dat? En trainen we alsnog, nog steeds samen? Want jullie hebben ook een beetje hetzelfde gewicht. Nee, nee. we trainen niet meer samen. Nee. We we gaan hebben we. We Zie ik hier, hier een partij aankomen? <laughs> helaas niet, helaas uh, niet. Nee. Want, jij, want jij denkt niet aan MMA? Nee. Nooit gedacht ook? Ja, ik ben nog jong man. Gal. Ik heb, oh, nog, ik heb uh, nog tijd. Uh, yeah, ik heb nog tijd. En ik was ook echt serieus bezig met voorbereiding voor de wedstrijd een MMA-wedstrijd. MMA-wedstrijd, ja. In, uh, in Frankrijk. Mm -hmm. En toen kreeg ik blessure. En toen dacht ik, fuck it. Yeah. <laughs> blijven, blijven staan. Yeah. Yeah. En het contact ligt er nog steeds. Die promoter bericht mij nog steeds. I want to see you make your debut. Mm -hmm. Maar voor nu is me volledig gefocust op de titel. En na die titel kan ik gaan kijken wat er nog meer is. Mm. Luister, ik ga je nu zeggen. 24, toch? Yeah. 24 jaar ben je? Ja. Yeah. Ik zweer bij deze... Yeah. Oké, okay, zweer is een beetje heel heftig, ja. maar... Ja. Ik weet 100% zeker dat hij MMA terug. vechten. Ik, ik, heb, ik heb ook het gevoel, als er al geflirt is ja. met MMA, kan. dan denk ik dat jij straks gaat zeggen van, hé, hey, jongens... Die, pakt, dus je pakt de titel van het weekend, verdedigt die hem vijf keer, zes keer, tien uh, keer, we whatever. Dan is hij 6, 27. Dat ja, ja, ja. ga je doen dan. Ja, ja. Maar, maar vind je niet, Yusri, dat ja, je ziet dat kickboxers vaak de overstap naar MMA ja. willen maken, hè. Puur eigenlijk omdat uh, qua marketing, qua financiën, qua alles, is het allemaal groter. Mm. Maar, vind jij dat iedereen daarvoor geschikt is? Want ik heb daar als trainer, heb ik, een, ja, heb ik daar wel mijn mening uh, in, dat ik ja. denk van ja, ik zie niet ja. iedere kickbokser dat die... Nee, 100 won. Nee, nee, zeker nee. nee. Je nee. hebt heel erg gelijk daarin. Um, Oké, okay, punt. Dat is die Maar ja. Ja, ik kan niet van tevoren zeggen um, of hij daar wel of niet voor gezien wordt. Ja. Dat is één. Twee, ik geloof er wel in. Ik ja. weet hoe atletisch hij is. En ik, ja. weet wel, ik weet dat je het kan leren, ook ja. uit ja. eigen ervaring. Ik weet dat je best wel snel een bepaalde basis kan hebben. Wat niet genoeg is voor ja. het hoogste niveau, zeker niet. Maar ik geloof er wel in dat hij met zijn ja. leeftijd, met zijn atletisch en met zijn discipline, mindset, dat ja. hij het wel zou kunnen Maar precies dit wat je zegt. En dat Zeg ik ook tegen die jongens, dat, dat, dat sommige jongens zijn echt kickboxers. Ja. Maar je hebt, sommige dat jongens noem ik geen kickboxers, ik noem ze atleten. Ja. Mm. Die zouden en in alles goed uit ja. kunnen blinken. Ja. Ja. Als Ze gaan bazige lukt het. Jouw kinderen een beetje. Ja, ja. <laughs> ja, ja. 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 Weet je, dat is, dat is, dat is het, 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 het grote verschil. Mm. Dat mm. ik denk, ja man, mm. dat is een atleet, dat zou die echt moeten gaan doen. Ja, ja, ja. Nee, ik denk het ja. ook. Hé, hey, uh, Justri, we kijken er naar uit. We kijken er naar uit wat meer gaat komen. Want ja, uh, of het nou volgend jaar is, of over twee jaar of drie jaar. Ja. Uh, dat jij in de UFC staat, dat zouden uh, we ja, toejuichen. Ja. Dus blijf eraan werken. En ik hoop dat je heel gauw daar uh, komt te staan. Dank je wel. Alsjeblieft. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. OES.